Dan zegt u toch eigenlijk, wat dit kabinet wil uitgeven, is dus te weinig. Nee, maar, het kabinet had nog nee. meer eerst, uit kunnen geven. Maar, maar sorry, maar het, is, het lijkt. Uh, ik, ik, ik heb hier moeite mee, zeg ik heel eerlijk. Omdat het, het is niet goed of het deugt niet. Uh, en we hebben een kabinet en die maakt plannen en die zijn demissionair. Ja. Dus die kunnen ook, in alle eerlijkheid, ik ga het ze ook niet nemen. Zelfs nee, ik als lid maar ze van de, kunnen de oppositie. Toch meer uitgeven. Nee, nee, zelfs ik ga het ze niet kwalijk nemen. Dat, ze, dat dit het pakket is waar het bij is gebleven. De bal ligt bij de Tweede Kamer. En die handschoen die wordt opgepakt in ieder geval door de ChristenUnie en GroenLinks. Want zeggen wij willen dat er meer gaat gebeuren. Dat is precies hoe de verdeling in Nederland ook zou moeten zijn. Dus dat de ChristenUnie dit doet, is gewoon invulling geven aan de taak als. Volksvertegenwoordigers, zoals GroenLinks dat ook doet. Een kabinet is dimensionair, die kunnen niet meer zoveel. Moet je opletten, het huis was te klein geweest als ze enorme stappen hadden gezet. Of ze hebben u regeerd over uw graf heen. Dus dat gaat helemaal niet. Dus de taakverdeling is helder. Ze hebben de basis op orde gebracht. Dus de grootste minnen zijn weggewerkt. Maar daarmee is het werk niet af. En dus nu is het aan die Tweede Kamer om met voorstellen te komen. En wat wij dus doen, één van die voorstellen, is zeggen: bijvoorbeeld dat minimumloon. We moeten echt zorgen dat die basis dat die omhoog gaat. Het moet veel verder nog dan wij nu voorstellen. Daar ja, hebben, snap, hebben snap. we twee, drie, vier jaar voor nodig. Maar de eerste stap die gaan we nu ja. zetten. En dit is precies Waar het... zoals de democratie zou moeten functioneren. Ja,